Kijk even wat je bedoelt. Moet je even de camera... Waar zijn we? Geluid, microfoontje uitklikken. Het is recording. Stop video. You cannot start screen. Ik heb nu straks in een grasveld waar ik mijn handen kan neerleggen. Ja. Lekker hoor. Ja. You be left. En de ik ga echt van de zomer kamperen in een tent. De muting is niet goed geluid. Misschien moet je even de oortjes in doen. Ik zit ook even op mute, want we zijn er niet begonnen. Waar zijn jouw oortjes? Sander zegt dat anders, Peter. Je zegt dat je de microfoon moet uitdoen. Hallo? Hoort iemand mij? Het schreeuwt, want het kan niet. Dan moet je hem eens achter zetten. Zet... Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Sander? Oh, kijk. Ja, kijk, 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 kijk. Kijk. Ja. Ah, wacht even, hier. Wauw! Nee, de das is er ook. Ja, maar hoort iemand mij? Ja, ik hoor jou. Ja, ik hoor jou. Oké, dan gaat het goed. Nou, het is wel heel zachtjes. Hey, Hey, ik ga nog even, ik moet nog even verhuizen. Oh ja. Oh, dat was wel een beetje duur. Wat hebben jullie hem opgenomen? Oké. Mooi, hè? Of je geeft gewoon aan mij door, dan vul ik het in. Ja. Dat kan ook. Ja, dat is goed. Misschien ook even achter. Ga maar uit, je zit ook in het oranje. Oh, inderdaad, dat ik helemaal niet achter je zocht. Ik heb een hele organisatie om handen, jongens. Hoe lang? Hey, Alexander. Ook een koek? Ja, ik moet... oh, zo beter. Ja, ik moet... Ja, alleen heel weinig. En, zelf gemaakt? Nee. Oh, ik hoor zoveel door elkaar nu, want ik zit erin. Je doet toch mee? Oh. Hey! Leuk dit. Hey. Het ziet heel gezellig uit. Ik kreeg hier zo. Oh shit, ja. Gezellige meiden allemaal. Wat zeg je? Go doet mee. Ja. Judith. Ik zag jou net op mij komen. Normaal krijg je dan altijd een beetje zo doorgekund. Ja, misschien zijn we dan. Die zie ik ook, maar daarboven. Alweer. Jullie allemaal. Carla Vinken. Niet om 4 uur. Oranje ding hoor. Ja. Maar ik zie ook Lieke en Marge. Of Marge. Nou, ik ga het aan een vliegtuig houden. Ik zie het al nu in beeld ben. Ja, gewoon ga gewoon lekker zo. Ja, goed zo. Ja, dat gaat wel gebeuren. Oi, oi. Hey, zijn mooi. We moeten zo meteen op onze microfoon uitzetten, dus dan kan ik het gewoon. Maar hoe zie ik nou? Dat meer je mij al gezien hebben, hoor. Kan ik eens een oordop? Nee, dat doe ik nou. Maar niet wel.
Ik doe nu al maar die microfoon uit. Ik krijg dan meer punten als je niet hebt gezorgd. Ja, ja. Ja. Oh, nou zie ik hier een heleboel. Jammer dat je niet meedoet, Lucas. Ik zie niet allemaal meedoen. Goed, dus ik ga op mute zetten. Eva. Het zijn er heel veel, hoor. Ik weet niet, ik denk niet dat ze mij horen. Dat is echt heel veel. Hoor je wel, hoor. Degene die net zei, ik denk niet dat ze me horen. Ik heb je gehoord. Dag Alice. Hey, hallo. Wie zegt dat allemaal? Dag moeder. Ja. Hallo Judith. Hallo. Ja. Ik zit hier bij Clariet. Oh, Clariet ook. Hallo. Oh, kijk hier. Clariet. Ja, wij zijn alleen even toeschouwer. Oh ja, dat is leuk. Ja? Is Giel ook aanwezig? Nee, Giel niet. Nee. Dus al deze mensen. Hallo iedereen. Hallo. Hallo. Ik heb macht zitten erop. Ja? Alleen de quizmasters zijn er nog niet, hè? Ja, dan wil je maar zeggen, als ze de quiz begint, zet zij zelf de microfoon uit, hè? Ja, het is 2:12 met Astrid Joost. Oh, Fleur en Flor, als ik zwaai naar jullie. Laat Clarice zien, wil je? Yay! Hoi! Hoi! Zie je Clarice? Hoi! In de nieuwe huis. Leuk, in Soest. Ja, het is heel mooi. Het is hier heel mooi. Leuk. Daar zie ik de ouders van Anna. Ja, hoi. Hallo. Hey Alexander. Ook in het oranje zeg. Ook in het oranje. Hallo, blijf op doen. En switch to screen share. Albert. En de broer van Anna, ja. Hoi. Hey Jans. Hey Ski. Hoor je mij? Hallo, hallo. Zo zetten. Oh ja. Maar ik had hem ook niet gedaan. Yeah.
Goedemiddag allemaal. Goedemiddag Lisbeth van der Meij. Goedemiddag Tim Erik en goedemiddag onderdanen. Hallo allemaal. Hoi. Onderdanen, een trouwe fans, boeren, burgers en buitenlui. Welkom bij een hele bijzondere editie van 1,5 voor 17 miljoen. Namelijk de eerste en hopelijk enige Woningsdag-editie. Lisbeth, ik ga even kijken of ik jou kan vinden tussen al deze enorme groepen gepeupel die hier in de chat zitten. Het is inderdaad een enorme groegemeente. Hartstikke leuk dat jullie in zulke grote getalen weer zijn komen opdagen bij de tweede editie van 1,5 voor 17 miljoen. Ook de winnaars van de vorige editie zijn weer aanwezig. Marieke en Marcus, hartelijk welkom weer. Hoi! En ook wat nieuwe gezichten. Hartstikke leuk om jullie allemaal te kunnen zien. Wat fijn dat jullie zo aanwezig kunnen zijn. We gaan jullie niet langer in spanning houden. We gaan beginnen bij de uitleg van de regels. De 1,5 voor 17 miljoen woningsdageditie kent gelukkig dezelfde reglementen als de standaard 1,5 voor 17 miljoen, die jullie allemaal zo goed kennen, ongetwijfeld. Gelieve uw microfoon uitzetten, dat hoeft niet meer. Dat hebben wij voor jullie al gedaan. Gelieve al uw vragen via de chat kenbaar te maken. Dat kan bij onze webcare-assistente Lisbeth van der Meij, die ten alle tijde voor u paraat staat. Gelieve het Google Form te gebruiken voor uw antwoorden. En weet ik niet of we dat bij iedereen hebben gedeeld, Lisbeth? Ik heb hem zojuist nog even in de chat gezet. Ah, hij staat dus in de chat, mensen. Dus dat is een formulier. En daar kun je je teamnaam op invullen en de antwoorden op de verschillende vragen. Nou, en dan is het heel logisch. Er kan maar één winnaar zijn. En die winnaar die dient het grondrecht van deze quiz te volgen. Namelijk niet vals spelen. Zo is dat, inderdaad. Gaan we over naar de regels van het spel. Voor sommigen al wel bekend, voor de nieuwelingen zal ik het nog eventjes herhalen. We gaan spelen een variant op 2 voor 12. Straks gaan jullie de antwoorden van de quiz invullen in het Google Forms. En dat heb ik net gedeeld in de chat en ook bij jullie onder WhatsApp. We gaan 12 vragen spelen en bij elke vraag wordt een filmpje. Na het zien van het filmpje en het stellen van de vraag is er 1 minuut de tijd om de antwoorden in te vullen of eventueel op te zoeken. Want bij 2 voor 12, dus ook bij 1,5 voor 17 miljoen, mag je de vragen die je niet weet, de antwoorden die je niet weet, mag je opzoeken. Dan moet je wel eventjes invullen in het formulier dat je het hebt opgezocht, want dan houden we daar rekening mee bij de score achteraf. Na afloop van de 12 vragen krijgen jullie nog 2 minuten om eventuele ontbrekende antwoorden op te zoeken en in te vullen. En het team dat de meeste antwoorden goed heeft, wint. Maar als dat meerdere teams zijn, dan wint het team dat het minst heeft opgezocht. En als dat ook meerdere teams zijn, dan wint het snelste team. Dus het team dat als eerst het formulier heeft opgestuurd. Even kijken. En dat team gaat dan door naar de finale en die gaat spelen voor 12 letterwoord. Die uitleg die volgt straks. Even kijken. Ja, dus als iedereen het heeft opgestuurd, dan gaan wij nakijken. Dat duurt ongeveer 10 minuten. Dan krijgen we een gezellige pauze. En wat belangrijk nog eens even om te noemen is dat leuk is voor ons als jullie nog niet beginnen met puzzelen. Wij vertrouwen weer op jullie eerlijkheid. Ik ga even nog Tante Daphne en Simone op de mute zetten. Welkom, hartstikke gezellig dat jullie er zijn. Volgens mij heb ik alles genoemd. Tim, ben ik iets vergeten? Nee, je bent helemaal niks vergeten. Misschien is het nog leuk om toe te voegen dat wij ten aanzien van het democratisch grondrecht en de wet openbaarheid besloten hebben om alle uitslagen met jullie te gaan delen. Dus het is niet louter de nummer 1 die hier de eer krijgt, maar ook de nummer 2, 3 tot en met 34. Absoluut, ja. Nou, tenzij er nog verdere prangende vragen zijn, stel ik voor, Lisbeth, dat we gaan beginnen. Dat lijkt me goed. Let's go. Ben je er klaar voor? Dan ga ik even vragen aan de regie om de tune in te zetten. Dan wil ik nog 1 keer graag al jullie beste 1,5 voor 17 miljoen dansje. En dan gaat de quiz beginnen. Succes allemaal. Vraag 1. O Bernard, schavuit van Oranje. Met Juliana kreeg Bernard 4. Oh, ik wacht even. De regie heeft, maakt hier een kleine... Technische storing. Dat is helemaal niet. Geen nood. We zijn weer terug waar we graag gebleven. O Bernard, schavuit van Oranje. Met Juliana kreeg Bernard 4 dochters. Maar, volgens eigen zeggen, heeft hij ook nog 2 buitenechtelijke dochters. 1 ervan heet Alicia. Alicia's geboorte plaatst hij in direct verband met de huwelijkscrisis tussen hem en Juliana in de jaren 50, als gevolg van de Hofmansaffaire. Het conflict liep hoog op,
Vooral omdat kringen rondom Hofmans de prins ervan beschuldigen geld te hebben gestolen van zijn vrouw. Bernard zei hierover: als ik 20 onwettige kinderen had gehad en zij mij dat had verweten, dan had ik mij dood geërgerd. En had ik gezegd, het zijn er minder. Toch, zo'n verwijt had ik aanvaard. Maar de beschuldiging geld te stelen van je eigen vrouw, dat heeft iets kapot gemaakt. Dat heb ik haar verteld. Ik heb gezegd, dat is de verklaring waarom ik deze dochter heb. Enigszins opmerkelijk. Over zijn andere dochter zei hij dat ze per toeval is geboren. Het zal je maar gezegd worden. Hoe heet deze buitenechtelijke dochter van Bernard en het Franse model Hélène Grinde, met wie hij van 1966 tot 1969 een affaire had? We zijn dus op zoek naar een voornaam. Dus zijn ene buitenechtelijke dochter heet Alicia, maar hoe heet de ander? Jullie krijgen 60 seconden om daar eventjes de hersens over te kraken of om het eventueel op te zoeken op het internet. Je laat er geen gras over groeien, hè, Lisbeth van der Meij. Je gaat gelijk naar de krochten van de Nederlandse monarchie. Precies, er is nogal wat gebeurd. En zo verstrijkt de tijd voor vraag 1. En dus gaan wij door naar vraag nummer 2. En voor deze vraag steken we het kanaal over. En wij gaan kijken naar een wel heel bijzonder gebouw in Londen. En dit gebouw heeft de bijnaam A Dutch House. Het was onder andere de woning van Robert Dudley, de minnaar van de koningin Elisabeth I. Maar het kreeg meer furore toen het verblijf was van de in ballingschap verkerende Willem V van Oranje-Nassau. Zijn achterkleinkind, Wilhelmina, heeft hem ooit nog genoemd als Suffert, omdat ze weigerde achter hem begraven. Na 1818 werd dit gebouw, beter bekend als Dutch House, door de Britse koninklijke familie niet meer gebruikt. Koningin Victoria gaf de paleistuinen aan de natie na haar kroning in 1837 cadeau. En sinds 1898 is het paleis opengesteld voor bezoekers. De vraag, beste kijkbuiskinderen en monarchisten, hoe luidt de naam van dit paleis? Ja, een inkoppertje, denk ik. Ja, je denkt misschien, god jeetje, deze quiz is ver boven mijn intellectuele vermogens op een dag als vandaag. Nou, als je dan deze vraag hoort, dan denk je, nou, dat moet toch nog wel lukken uit het hoofd. Dat denk ik ook. En mocht je het met je intellectuele vermogens niet redden, maak je geen zorgen. Er is een troostprijs voor de beste oranje outfit. Ja, en ik heb al wat hartstikke mooie outfits voorbij zien komen. Er zijn ook mensen die zich daar niet aan hebben gehouden. Dat is heel erg jammer voor ons. Maar je kunt ook nog tijdens de quizje verkleden. Dat is misschien wel extra leuk. Oké, er is druk gegoogeld. En, gaan we door. Ja, we gaan door naar vraag 3. Oh, onze Bea. Geboren vorst. Fotogeniek mens en drager van 's lands meest iconisch kapsel. Ja, Bea. Ze is er dol op, onze prinses. Deze zoete tractatie bestaat onder andere uit chocoladecake, slagroom en kersen. Hij ziet er indrukwekkend uit, maar is toch relatief eenvoudig te maken. In 1934 wordt de taart voor het eerst genoemd in een kookboek. Hoe heet deze zoete verwennerij?
Dus hoe heet deze heerlijke taart waar prinses Beatrix zo dol op is? Lisbeth, kan het kloppen dat als jij mee zou doen aan Heel Holland Bakt, dat dit jouw signatuurtaart zou zijn? Dat zou heel goed kunnen, ja. Maar ik denk niet dat ik daar aan mee ga doen. Dan doe je je eigen baktalent schromelijk tekort. Ja. Familie Vogels het lekker te knabbelen op oranje bollenootjes. Ik vind het zo leuk, omdat ik lekker voyeuristisch bij iedereen in de woonkamer kan kijken. Dat is leuk, fantastisch. Hè? Ik zie tuinen, in de tuin. Ik zie vlaggetjes, ik zie hoeden. Ja, ik zie ook een schitterende bos bloemen hier hangen aan het plafond bij de familie Peters. Het zijn haast appeltjes van zo oranje. Leuk. En van die oranje lampionnetjes. Geweldig. Goed, dan gaan we nu naar een heel bijzonder moment. Nou, niet echt heel bijzonder, we gaan naar vraag 4. Dat is op zichzelf niet zo erg bijzonder. Maar we hebben een 1,5 voor 17 miljoen unicum. Zoals wellicht bekend is, halen wij lichte inspiratie uit de televisiequiz 2 voor 12. En 2 voor 12 heeft altijd een animator, of beter gezegd een gierige, onuitbetaalde student van de HKU die de animatie moet maken. Lisbeth van der Meij. Zijn we gek? Zou jij Alexander Krepel even van de mute willen halen? Absoluut. Even kijken, waar is deze jongen? Ik moet even door alle deelnemers heen scrollen. Dat zijn er nog wat, maar daar is hij die beste vindt. Ja, even kijken of dat... Alexander Krepel, ben je toevallig live via satellietverbinding aanwezig? Via satellietverbinding aanwezig, zeker. Geweldig. Kun je vertellen wat de redactie van 11:30 wat ging er door je heen toen je benaderd werd? Ja, niet zoveel. Nee, ik was een beetje starstruck eigenlijk. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Nou ja, goed. Heel erg fijn dat je je bijdrage zo wilt maken. Dus we willen je bij deze eventjes even bedanken. Dan gaan we je nu weer wegpleuren op mute. En dan gaan we kijken naar de animatie die gevolgd wordt door de vraag. Dus graag even alle uw aandacht voor het volgende. Wat we hier zien verschijnen is de regerend vorst van Wallachije in 1448 en later van 1456 tot 1462. Deze man was een ridder van de Orde van de Draak en bekend als een uiterst bloeddorstig oorlogskrijger, berucht omwille zijn vele bossen der gespiesten. Tijdens zijn regeerperiode verzet hij zich sterk tegen de Turken en de uitbreiding van het Ottomaanse Rijk. Hoe hij precies aan zijn einde gekomen is niet duidelijk. Wat is de naam van deze beste krijgsheer? Wat een fantastische animatie, hè, Lisbeth? Het is toch een wonder dat iemand zoveel talent kan hebben? Dit is schitterend. Prachtig gedaan. Echt heel mooi. Alexander, je kan binnenkort je boekenbon en flessen wijn in de post verwachten. Ik geef even voor de sier nog wat extra bedenktijd, hè? Ondertussen hoop ik dat het probleem van Jazan is opgelost. Wacht, alleen de webcam en niet de filmpjes, maar we hebben een stagiair natuurlijk, hè? Dat is Stijn, dus dankjewel voor jouw hulp. Dan heeft Albert Meijer nog een vraag. Lagaien, hoe heette dat volk? Hij bedoelt Lagaien. De Wachies. De Lachies? Nee, de Wachies. Het is Wachaien. De W. De Wachies. Ja. Het is vernoemd naar wat later Wageningen zou heten. Ja, Wachaien. Niet te verwarren dus met Lagaien. Nee. Dat doen wij straks alsnog. Als ons dat blieft. Ik zie dat Seger Terpstra aan de wacht staat. Die jongen zal ik eventjes toevoegen. Veel te laat, maar oké. Okay. Vraag dan maar. Oh, je bent, het is zo fijn dat we de receptionist hebben. Iemand die de garderobe beheert. En tegelijkertijd ook de quiz presenteert. Dat is echt fantastisch. Dat is heel fijn. Ja, wij zijn het echt spinnen in het web, hè? Ja, dat is waar. Iemand moet het doen. Oké, Lisbeth. Ben je toevallig klaar voor
vraag nummer 5. Ja, absoluut. Daar komt vraag nummer 5. Nou, dan gaan we daar maar eens naar kijken. Och, een heerlijke oranje tompoes. Wat een feestelijke tractatie. Martin Toonder baseerde er zijn tompoes op. Ja, het filmpje loopt iets langzamer dan ik had gehoopt. Kijk, wat een prachtig wezen. Martin Toonder was behalve een goede striptekenaar ook een spitsvondig woordkunstenaar. Hij vond allerhande neologismen uit, zoals kommer en kwel, denkraam en zielenknijper. Een ander prachtig door hem bedacht woord wordt in de dikke Van Dalen omschreven als sukkel of onbenul. En op Wikipedia, mijn lievelingsbron, wordt het omschreven met domkop en als minderwaardig beschouwd individu. Welk woord zoeken we? Dus een woord dat bedacht is door Martin Toonder. Dat wij, ik gebruik het dagelijks eigenlijk richting Tim Meijerink. Nou ja, het betekent. Wel heb ik met jou daar. Ja, het betekent dus iets als sukkel of onbenul. Of domkop of als minderwaardig beschouwd individu. Dan breekt alweer het moment aan dat we halverwege zijn bij deze spelronde van 1,5 voor 17 miljoen. En dat is het moment dat we de landsgrenzen overgaan. Nou, dat deden we eigenlijk net ook al. Maar ik probeer ook maar wat bruggetjes uit. Als het niet werkt, is het niet allemaal mijn schuld. We gaan in ieder geval weer de landsgrenzen over. En we gaan kijken naar deze prachtige visualisatie van wat Julius Caesar noemde ooit loop naa, wat wit land betekende. Alhoewel het land wat wij zoeken sinds 1920 een mandaatsgebied is en zelfs sinds 1943 een onafhankelijke republiek, was het ooit een belangrijk onderdeel van het Latijnse Koninkrijk van Jeruzalem. Het land zou in 2005 meedoen aan het Songfestival, maar helaas is dat er nog niet van gekomen. Sinds 2018, goed om te weten, is homoseksualiteit in dit land geen misdrijf meer. De vraag luidt, welk land zoeken wij hier? Het is een uiterst feeriek filmpje, vind je niet, Lisbeth? Ja, ik vind het schitterend. Ben je daar ooit geweest, Tim? Nee. Ik kom amper buiten Utrecht. Ja. Het zit er voorlopig ook niet in natuurlijk. Dat is toch wel heel jammer. Ja, ze noemen Bilthoven ook wel wit land, toch? Ja, daarom kom ik daar zo graag. Het begint een erg nationalistisch toon te krijgen. Ja, het is al Koningsdag. Ja, dat is waar. Dat mag één dag per jaar. Je bent een patriot. Doe me denken aan die dropjes, maar dat zijn griotjes, geloof ik. Griotjes. Ook een leuke vraag voor de volgende keer. Ja. Ja, dan is het alweer bijna tijd voor de paardensprong. Oh ja. Een van mijn favoriete onderdelen altijd van deze quiz. En een Olympisch onderdeel. Ook dat. De hippische sport. Ik ben dol op de hippische sport. Ja, ik ook. Hippie, hoera, zeg ik altijd waar. Goed. Oké, we gaan over naar de paardensprong. En we doen even een voorbeeldje. Dat is voor de mensen die de 2 voor 12 niet kennen of die er vorige week niet bij waren. We zien hier 8 letters. En je moet ergens beginnen met een letter. En dan vanuit daar met de klok mee of tegen de klok in. Met 2 letters ertussen naar de volgende letter. Stel je voor je kiest de letter R. En je gaat met de klok mee. Dan sla je 2 letters over. En dan kom je dus bij de letter O. Inderdaad. Nou, sla je weer 2 letters over. Kom je bij de letter E. Et cetera. En dan vind je dus het woord roeiboot.
Hopelijk is dat duidelijk genoeg. We gaan nu naar de paardensprong van deze quiz. En die komt 30 seconden in beeld. Succes! Ja, het is toch moeilijk om van die gezichten af te lezen of ze het nou wel of niet hebben gezien. Het is natuurlijk moeilijk te googlen, hè, zo'n vraag. Ik zit te tasten in het duister, kan ik je vertellen. Ja. Maar goed, hè, je moet maar vertrouwen dat het allemaal een beetje goed op zijn pootjes terechtkomt. Zo is dat. En wat ook wel leuk is nog om te vermelden, je zag daar Joke, hè, in de paardensprong. En Joke is dus live op televisie. Dus het is voor ons al echt heel bijzonder dat jullie ons verkiezen boven Joke. Want we hadden ook begrepen als jullie op haar hadden afgestemd. Ja. En denk je dat Orgel Joker ook een shout-out naar ons zou doen, of niet? Nou, dat denk ik niet, maar het was leuk geweest. Over naar vraag nummer 8. Terwijl wij hier kijken naar een prachtig filmpje van het teleergevallen pretpark Het Land van Ooit, daar gaat de vraag niet over. Wat wij zoeken is een van de oudste en hoogste Nederlandse civiele orden, die op 29 september 1815 door koning Willem I werd ingesteld. De orde kent als hoogste graad Ridder Grootkruis, wat toevallig ook de naam is van Juris ex-vriendje. De versierselen van deze orde bestaan uit een wit gemailleerd Malteser kruis met gouden monogrammen W tussen de armen en een blauw goudomrand medaillon. Deze orde is dit jaar verstrekt aan onder andere voormalig radio-dj Ad Roland. U alle wel bekend. Welke orde zoeken wij? Lisbeth, ben je ooit in het Land van Ooit geweest? Oef, jazeker, dat is lang geleden. Maar het is natuurlijk failliet gegaan. Of daar was iets mee. Ja, dat is inderdaad failliet gegaan. Eeuwig zonde, want het was hartstikke leuk. Zo gezegd, zo gedaan. Lisbeth. Ja, we gaan door naar vraag 9 alweer. Oh, Maxima, koningin der Nederlanden. Wat een schitterend wezen. Afkomstig uit het mooie Argentinië. En in dit land is ook een grote, langgerekte bergketen te vinden. Gelegen in Chili, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela en dus ook Argentinië. Het berggebied is ongeveer 7000 kilometer lang, op sommige plaatsen 160 kilometer breed en heeft een gemiddelde hoogte van circa 4000 meter. De bergketen kruist de Evenaar. We zijn op zoek naar de naam van deze bergketen, die dus door wel 7 Zuid-Amerikaanse landen loopt. Ik denk, Tim, dat jij er nooit bent geweest. Dit heb jij helemaal juist. Dit ligt ook weer in de Utrechtse Heuvelrug. De Utrechtse Heuvelrug schiet het mij al in de rug. Ja, dat is natuurlijk de hoogste berg die jij ooit hebt beklommen.
Er wordt alweer een vreugdedansje gedaan. Nou, dat zijn mensen die al iets te optimistisch zijn. Die nemen al een voorsprong over het moment dat het over 30 minuten is. Want Lisbeth, welk moment is er over 30 minuten? Nou, dan gaan we thuis toosten. Fantastisch, toch? Dat is officieel onderdeel van dit woningsdagprogramma. Wat ook een heel gisteren kunnen zijn van Martin Toner, denk ik, thuis toosten. Thuis toosten, inderdaad, ja. Als het een 12-letterwoord was geweest, was het het zeker geweest voor deze uitzending. Nou, het is een 12-letterwoord en we hebben het niet gekozen, Tim. Waarom niet? Ja, we wilden van tevoren al kenbaar maken dat we met elkaar gingen thuis toosten. Nou, we lopen echt duidelijk op de feiten achter. Maar niet uit. We gaan eventjes een technische switch maken. We gaan eventjes naar onze reporter live op locatie. Te weten in Utrecht. Even kijken. Hebben we verbinding? Hallo? Test. Even, die audio die werkt niet zo goed. Oh, volgens mij hebben we verbinding, Lisbeth. Ja, ik zie het. Ik zie hem. Van locatie. Goedemiddag. Sedert, 25 jaar, staat hier dit beeld. Gebouwd door de kunstenaar Nicolas Poop in opdracht van de gemeente Utrecht. Sinds 2000 siert dit beeld dit plein. De vraag luidt, wie zien we hier afgebeeld? Nou ja, de vraag spreekt voor zich. Het antwoord daarentegen laat zich raden, wederom. Het zegt mij niks, maar ja, dat zegt ook weer niks. Jij gaat liever over landsgrenzen heen, omdat je kijkt naar de historie van onze prachtige binnenstad. Zo is dat. Op de mute ermee, weg ermee. Dat is een mooi wachtmuziekje. Legos! Oh, even kijken. Ik zit even in de chat. Ze hebben de vraag gemist. Dat snap ik. Het is ook een hele gekke vraag. Maar we zagen onze reporter in Utrecht voor een standbeeld staan. Tim, kun je nog een keer de vraag herhalen? Ja, ik kan het misschien nog even heel kort laten zien. We zoeken namelijk wie hier afgebeeld staat. Te weten in dit moment. Dan niet tussen dit moment, maar wel dit moment. Dit plein. De vraag luidt, wie zien we hier afgebeeld? Aan wie is dit beeld een ode? Of wie zien we hier afgebeeld? Dat is de vraag, hè? Ja, dat is hem. Ja, is de tijd verstreken? Zeker. Dan gaan wij alweer verder met vraag 11. Willem-Alexander. Prins Pils. Prins op het witte paard? Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat deze wezens echt vorstelijke dieren zijn. Dit paardenras is van oorsprong en in Polen en Wit-Rusland gehouden paardenras dat klein van stuk is en ook heel sober. Ik weet niet wat dat dan zegt, maar een heel sober dier. En het ras wordt voor begrazingsdoeleinden gebruikt in Europese natuurreservaten, zoals de Oostvaardersplassen. Hier functioneert dit paard als een van de grote grazers. Omdat er vorig jaar te veel paarden waren bij de Oostvaardersplassen, heeft Staatsbosbeheer er een aantal naar Spanje uitgezet. Dierenactivisten, waaronder ik zelf, waren verbolgen nadat ze te horen kregen dat de paarden ziek en verzwakt waren. Ook is een aantal op Texel uitgezet en deze dreigen nu naar de slag te moeten omdat ze het landschap zouden verstoren. Arme wezens, wat hebben ze misdaan om zulk een lot te verdienen? Wat is de naam van dit prachtige paardenras? Klein van stuk en sober. Nou ja, zouden ze niet over jou kunnen zeggen, ja, klein van stuk, ja, maar sober, nee. Nee, dat laat ze in ieder geval niet. Dédain, zou ik eerder willen zeggen. Dit was ook een mooie hippische vraag. Ja.
En zo zijn de 60 seconden weer voorbij. En dat is het, dan is het moment aangebroken. We gaan naar alweer de laatste vraag van deze 1,5 voor 17 miljoen quiz. Lisbeth, zijn er nog urgente zaken in de chat? Die moet absoluut, absoluut. Leuk dat je het zegt, want ik krijg net iets binnen van Dennis. Dat gaat over vraag 4. En dan wil hij weten, is het de eerste letter van de voor- of de achternaam? En dat is inderdaad een hele goede vraag. We gaan hier over voornaam. Ja. Goed dat je het zegt, meneer Bouwma. Erg slim dat u even een telegram naar de redactie heeft gestuurd hiervoor. Ja, dank. Oké, we gaan naar muziekvraag. Laten we even kijken naar een historisch muziekfragment. Misschien is het leuk als iedereen mee kan zingen. Daar gaan we. Jullie mogen meezingen. Ik hoor het helemaal niet. Daar staan we dan. Ik heb dit moment in mijn leven dat zou komen, is eindelijk hier. Jim! Hou je veilig? Heel mooi. Ik kan zijn niet horen. Mute gezet. Dankjewel. Ben ik weer op mute? Helemaal niet uit. Ik snap natuurlijk ook af en toe een beetje een stilte moment verdien. Nou, dit is een prachtig historisch muziekstuk. En degene waar we nu weer op zoek zijn is de schrijver en componist van dit nummer. Dat mogen jullie Ja, en hierbij gaat het wel om de achternaam. Hier gaat het om de achternaam, ja. Schrijver en componist van dit nummer. Dan gaat hier ook in de 2 minuten en 5 seconden die jullie cadeau krijgen om de laatste dingen op te zoeken ervoor. Dit is het moment om de vraag, als je dat nog wilt, tevens het moment om je Google Form in te vullen en het in te leveren, uitgeprint in drievoud bij het lokale stadsbestuur of via de mail naar Lisbeth. Komt het ook binnen. Geef daar ook duidelijk aan of je hebt gebruik gemaakt van een van de digitale hulpmiddelen. En noteer je teamnaam, zo weten we immers, wie er zo meteen moet spelen in de finale. Ja, zo is dat. En we willen jullie vragen om nog niet te gaan puzzelen met de 12 letters. Nee, dat is ten strengste verboden. Wij kunnen alles... Wij kunnen alles zien en horen ook, hè? Dan komt er nog één dingetje binnen in de chat van Judith van der Meij. Bij vraag 8 moet je beginnen met de letter van het eerste woord van het antwoord... ja, bij vraag 8 moet je inderdaad beginnen met het eerste woord van het antwoord. Ja. Nog 30 seconden om de formulieren af te maken en in te vullen, in te leveren. Ja, ik zie nog mensen druk op hun telefoon aan het zoeken. Familie Vogel is nog aan het zoeken. Familie Bouwma zit lekker aan de thee. En ik zie dat Carla Vinken verdwenen is. Dat geldt overigens ook voor Zeger Terpstra. Dus ja, dat is wel heel jammer voor ons. Dat kan. Ja, dat snap ik, hè. Maar sommige mensen zijn lekker aan buiten. Lekker aan het... wat zijn ze aan het doen daar in die tuin? Ja. Even kijken. Oeh, jeetje. Nou, volgens mij was dat het 0 seconde moment. Oké, nou dan gaan we even vertellen wat nu de bedoeling is hiervan. Het proces gaat als volgt werken. De jury, te weten Lisbeth van der Meij en ondergetekende, gaan in conclaaf en gaan de honderden antwoordformulieren zo snel mogelijk proberen door te nemen. Daaruit trekken wij in ieder geval 1 finalist. We gaan proberen om de rest ook op een gegeven moment in volgorde te zetten. Maar ja, hè, 1 ding per keer. Met die finalist komen wij zo meteen terug en gaan we de finale spelen. Dus aan jullie allemaal alvast een goed moment om even lekker de tompoes in de koelkast te zetten. Of even uit de vriezer te halen. Even een lekker koud blikje pils in de koeling te zetten. Schenk een lekker oranje bittertje in. Ja, en zijn we zo meteen terug. Hè? Ja, we halen jullie even van de mute.
Nou, dat mag je zelf eigenlijk doen als je dat wil. Dan kun je er nog met elkaar een gezellige koningsklets houden. Wij gaan eventjes naar de Green Room en we zien jullie strakjes terug bij de finale. Tot zo. Adieu en tevens vaarwel. Iedereen wil in Amsterdam staan, dat snap ik ook wel. Ik wil hem zien, ik wil hem niet zien. Zo ja, hè? Huh? Ja, weet ik. Maar eerder stond hij al een ander beeldje. Is dat niet anders? Ah, niet. Weet ik niet goed. Jawel, als je iemand, op iemand klikt, die kan je dan zien.
Lisbeth hadden we aanstaan, denk ik, of niet? Nee. De host. Oh ja, wacht. Maar daarnet hadden we een ander scherm, toch? Oh ja. Ik zie dat iedereen nog in de mute staat. Laten we dat ook maar doen. Er valt toch niks te kletsen aan. Alleen, hoe doe je dat? Mute.
Ja, beste mensen, bedankt voor het wachten. De jury is eruit. Wat een spanning een, was dit. Niet te houden. Met deze quiz. En we zijn... tenminste, ik hoop dat jullie benieuwd zijn wie de winnaar is. Wij weten natuurlijk al. En we gaan de winnaar van de mute afhalen en feliciteren. Want met 12 goede antwoorden en maar liefst 6 antwoorden uit het hoofd, en dan ook nog eens als snelste, is de winnaar van de woningsdageditie van 1,5 voor 17 miljoen geworden. Even kijken, waar ben je? Meneer Albert Meijer! Oh. En dat niet alleen. En Ilke, denk ik. Van harte gefeliciteerd. Ilke Meijer. Wat gaat er door jullie heen? Albert! Nou, echt? Nou, ik heb mij gewoon nooit zo gelukkig gevoeld. Wauw. Het goede nieuws is dat betekent dat jullie volgend jaar Koningsdag mogen organiseren in Vranekar. Leuk. Dat was hier al, hè? 5 jaar geleden. Ja, ik heb alleen nog nooit een medaille gekregen, dus ik wil daar toch even met de jury even overleggen hoe het werkt. Ja, daar komt de klacht over, daarvoor. We gaan eerst een heel bijzonder moment spelen, namelijk de finale. Lisbeth van der Meij, kun je een introductie geven over hoe dit proces gaat verlopen? Zeker. De letters die jullie hebben geraden, Albert en Ilke, die staan als het is. Nou, die staan dus niet in het scherm bij mij. Lisbeth, je kraakt enorm. Misschien ligt het aan mij, maar je klinkt alsof je uit... mag ik al een beetje een slecht nieuwsstuk voeren? Ja. Ilke hier, die zag het antwoord al voordat we de laatste letter, voordat we de laatste vraag überhaupt hadden. Nou, dat is toch fantastisch? Ja. Dan zijn we een heel stuk sneller erbij. Namelijk, in dat geval... tel ik af van 5 naar 0 en dan op 0 mogen jullie het woord zeggen. Dus daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. Volksvermaak! Goed zo. Heel goed gedaan, Albert Meijer. Gefeliciteerd. En Ilke Meijer. Dit is ook een leuk potje volksvermaak. We hebben nog 3 leuke dingen voor jullie. Dus blijf eventjes de komende 6 minuten hier. Want ten eerste wat we gaan doen is eventjes de antwoorden met jullie doornemen. Ja, doe maar even. Het tweede moment is dat wij... Echt, we hebben maar 2 leuke momenten. Het tweede moment is dat we over 6 minuten een thuistoastmoment met jullie gaan vieren. Dus pak, terwijl we de antwoorden doornemen, even de alcoholische consumptie erbij. Dat wordt een historisch moment dit. Lisbeth, kun jij ons even door de antwoorden praten, terwijl ik eventjes mijn hertog Jan uit de koelkast pak? Ja. Alexia. Nou, dat is... dat is helemaal niet zo'n kuur. Alexia. Hier schrijf ik goed. Ongelooflijk. Dracula. Ik denk hadden we goed. Dit is niet te doen. New Palace. Lisbeth? Ja, Lisbeth. Lisbeth, hou op. Je klinkt echt als een robot. Ik heb niet meer de... Ik neem even de honneurs van je waar. Dus hou even, alsjeblieft even je pruim. Dan ga ik eventjes iets vertellen over wat wel de goede antwoorden zijn in verstaanbaar Nederlands. Wat wij zochten in volgorde was Alexia, de buitenechtelijke dochter van Weilen Prins Bernhard. Q Palace, want Q is good for you. En ook zeker voor ons koningsvolk in exile. Ik moet even zo doen, anders kan ik het niet lezen. De Schwarzwalder Kiers is de taart die wij zochten. Wij rekenden goed Vlad nummer 3, Vlad Dracula of Vlad de Impaler. Dat is ook allemaal prima. Dan hebben we het woord Minkukol, wat we zochten als dikke van Dalen term. Het land wat wij zochten was het land met de prachtige boom in de vlag, Libanon. De paardensprong was Rijke Lui. De orde die wij zochten was de orde van de Nederlandse leeuw. Het gebergte dat wij zochten hadden we veranderd. Dat is namelijk toch Andes geworden. Maar dat is allemaal veel te moeilijk voor jullie, die geografische vraag. Maar het was hetzelfde letter. Dus ja, hè? Knie sorry daar op let. Het beeld wat wij zochten was de linkervoet van vrouwen Justitia, die hier staat buiten de rechtbank in Utrecht. De nobele dieren die wij zochten waren het, was het koningspaard. En de componist en tevens schrijver van het koningslied was John Eubank. Dat waren de... antwoorden. En dat leidt tot het woord volksvermaak, zoals wij dat nu hebben gespeeld. Nou, dat is toch geweldig. Lisbeth, ik denk dat we dan toch naar het moment gaan dat we de hele goede gemeente op unmute gaan zetten. En dan gaan we over 4 minuutjes een prachtige toast uitbrengen. Dan kan ik helemaal vast lekker het Wilhelmus inzetten.
of er ergens anders van kan nuttig zijn. Jij bent wel echt volledig onverstaanbaar, Lisbeth. Dat is toch vrij tragisch. Maar ja, dan moet je maar eventjes je eigen oplossen. Kan jij één voor één mensen unmuten dan? Oh. En de shout-out naar de mooiste oranje outfit. Oké, dat is goed. Wie oh, dat komt in de chat. Volg allemaal de chat. De shout-out naar de mooiste oranje outfit. Ja, ik heb één. Ik zit het even bij jou in de chat. Dingetjes op dat hoofd. Die doet graag in jouw rij. Peters. Fantastisch. Waar zitten ze? Ja. Oh, geweldig. Wat een geweldige prestatie. Goed gedaan. Ik weet niet of het een beeld is. Zitten op onze ogen of zo. Ja, oké. Okay. Zo. Op een ogen. Overgooien. Oh, misschien zit het. Zo'n goed idee. Fantastisch. Ik maak wel even een foto van. We hebben nog 2 minuten, hè? Nee, jawel. Hetzelfde wachtwoord, maar dat doe ik niet. Omdat ik lekker. Je mag mijn naam onthouden. Staat bij de hand. Moeten we nog? Nee, ik weet niet. Oei. Hartstikke goed. Mooi, hè? Ja. Oh, erg. Het lijkt wel een lekker duurt in de. Wat gebeurt er nu dan? Dan moeten we toasten. Oh, we gaan toasten. We gaan thuis toasten, moment. Ja, we zijn net iets sneller klaar. We zijn van de mute, dat is waar. We moeten ons nu gedragen. Ja, we zijn gereed. Ja hoor, kom maar op met die tafel. 6. Ja? Ik ben. Ik krijg door. Eva en Ineke, gedraag je. Ik ben er dingen aan het doen. We hebben er al een paar op, hè? Keihard. Daar gaan we. We wachten tot de digitale klok 59.50 aangeeft. Ik ben er nog niet. Er is altijd vertraging op de lijn, hè? Dus op een gegeven moment ga ik gewoon aftellen. En dat is dan het atoommoment van de klok. Ja. Welke Ik moet wel zeggen dat dit origineel. Mandy. Hey, Stijn. Mag Bowie komen spelen? Ah, oh, Stijn die heeft er. Jij wil nog wel gebakjes. Ik zet er zo even aan. Oké, 5, 4, 3, 2, 1, en proost! Proost! Hoi hoor! Proost! Dankjewel! Koningsdag-editie. Goed gedaan! Over een enkele momenten weer een keertje terug bij een volgende editie, ergens eind mei of iets anders. Heel erg bedankt voor het spelen, heel erg bedankt Alexander Krepen voor de animaties. Heel erg gefeliciteerd Albert Meijer en Eelkje Meijer van Eelkje Meijers taarten, paardenfokkerij en andere zoete traktaten voor het goed hebben. En geniet van deze woningdag. Complimenten. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Was leuk. Doei. 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 De koning is nu live trouwens. Oh, wat zegt hij? In de chat. Bla bla bla. Iets van proost of zo. Oh ja, echt waar? Nothing new. Dit is wel leuk om dit zo. Wie is hier? Dat is via de webcam, hè? Heerlijk. Hoe zijn dat? Wie is hier? Schiet die Maxima? Oeh. Lees met haar mond dicht. Ja, die kunnen we die iets groot maken. Iemand had het koning net. Anna, had jij de koning net in beeld? Om iedereen die Nederland dit bizarre moment draaiende houdt. Niet alleen de zorg. Ja, Anna, kom nou eens even in beeld. Elke dag het hele produceren. Volgens mij is Willem afgevallen. Gevullen en iedereen die zorgt dat we elke dag in de winkel ook wat kunnen kopen. Het is heel bijzonder hoe de schoonmakers, dat alles gedesinfecteerd wordt. Dat iedereen zijn werk al doet.
er zijn zoveel mensen die dag in dag uit Nederland draaiende houden. En voor hun een hele speciale dag. Dank jullie wat jullie doen. Nee, dat komt via Zoek. Nou, dat was het weer, mensen. Een hele fijne Koningsdag verder nog voor iedereen in Nederland. Geniet van de zon! Geniet van de zon! Geniet van de zon! Geniet van de zon! Lang zal je leven, lang zal je leven in de glorie, in de glorie, in de glorie. Hoera! Hoera! Zullen we vriezen? Grote fout. Zet hem maar uit, hoor. Zet hem maar uit. Oh, wat erg! Een hand. Mag ik dan het woord raden nu? Komt even. Ja, het scheelt als je in Londen hebt gedaan. Die wist ik niet uit mijn hoofd, die moest ik opzoeken. Nee, ik wilde het ook niet over cross proberen. Daarom vroeg ik alleen welke ik fout had. Maar... Je kan niet over gecorrespondeerd worden. Sorry, dat was ik net achter. Maar ik zie het niet pas. Ja, iedereen hoort je. Maar Manny... Hoe laat komt Bowie dan precies met de bus? Ja, ik moet even kijken, want het schema is anders op deze.